Eigenaar Saïd Bahari van Viscafé Ruurlo geeft als ludieke actie elke dag vis weg aan een gezin uit Berkelland dat het niet meer kan betalen. De visboer ziet mensen steeds meer worstelen vanwege de oplopende kosten voor onder meer gas en boodschappen en hoopt met de gratis maaltijden wat zorgen weg te nemen. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe het bij een gezin helemaal mis kan lopen door verkeerde keuzes. Ze hadden 4 kinderen en 2 volwassenen. En ze moesten van een echt heel laag pitje elke week eten en alles van doen. En dat heeft mij eigenlijk aangewakkerd. De inflatie bedraagt over april ruim 11%. Dat mensen zich zorgen maken is ook bekend op het gemeentehuis van Berkelland. Ruim 800 mensen melden zich aan voor een regeling voor energiearmoede. Ik hoor signalen dat mensen gewoon 1,5 keer meer betalen aan gas. En ja, dat moet wel betaald worden. En als je daar in 1 keer toch mee geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld het aflopen van je energiecontract, of doordat je noodgedwongen in 1 keer naar een andere energieleverancier moet. Ja, je wilt het wel warm hebben thuis of je wilt wel kunnen koken. En dan ja, is het wel van belang dat je het ook betalen kunt. Bahari hoort in zijn zaak regelmatig verhalen van mensen die er niet meer uitkomen. Hij geeft aan voor welke gezinnen hij de actie is gestart. Voor de gezinnen die het wat moeilijker hebben dan de rest. Die in armoede leven. Die bijvoorbeeld door een bepaalde oorzaak in de schuldsanering zijn geraakt. En die ook kinderen hebben. Die graag ook een normale jeugd willen hebben. Voor die soort mensen, voor dat soort gezinnen doe ik dat graag. Wethouder Teeselink roept mensen op om vooral hulp te zoeken. Bij ons sociaal team, het Voor Mekaar team. Dat zijn mensen die ook op de hoogte zijn van de campagne Je Schuld Delen Kost Niks. Die zijn we begonnen in januari met verhalen van echte Berkelanders. En die verhalen van echte Berkelanders die geven ook aan hoe zij uiteindelijk geholpen zijn. En Voor Mekaar speelt daar echt wel een sleutelrol in. Tot de prijzen weer zakken, gaat Saïd door met zijn actie. Of het nou betreft 4 of 6 personen, of noem het maar op 7. Ik doe het met alle liefde. En de voldoening die ik daaruit krijg, daar kan niks tegen evenaren. Een klein gebaar doet al heel veel.